hoop werkt dat nog goed, jongens. Het was 25 jaar geleden. Hemelvaartsdag 1975. Het popfestival in Lochem. Wij hadden al twee of drie nummertjes gespeeld. En toen zetten we langzaam een blues in. Ook toen al. Wat is Hagen zonder blues? Dat was het moment. We zetten er blues intro in, dat vrij lang duurde, compleet schema. Ja, komt goed, gek. En de eerste zin was: ik zat laatst een drieten op de plane. Toen, op dat moment is normaal ontstaan eigenlijk. Ja, en werd het een succesvol iets. Ik zat laatst een drieten op de plane. Hier passen als een gek, maar duurde wel een uur of twee. Eindelijk kwam er een grote katastrofe. Die stonk zo afschuwelijk en ging zo de middere benen. De Tol, in de Achterhoekse volksmond beter bekend als Café de Preus, in de buurtschap Wittebrink bij Zelhem. Dit café is tot op de dag van vandaag, sinds 1975, een belangrijke uitvalsbasis voor de leden van Normaal en een belangrijke invalsbasis voor hun fans, voor hun aanhangers. Toch werd hier het imago van de groep niet geboren. Dat gebeurde een paar kilometer achter mij, op de Veemarkt. Toen een van de belangrijkste handelscentra in vee van Nederland. Zo, ik denk dat we nog 25 jaar als kik moet hier is. Hoe goed of hier is. Maar jullie bent er nog? Jazeker, normaal erop. Ja, goed zo. Mooi, gelukkig man. Voor de hoes van de eerste LP uit 1975 bezocht Normaal in de oude bezetting al eerder de Veemarkt. Die foto's bepaalden vanaf dat moment het boerenimago van de band. Dat moet de mens zo doen. 25 jaar jonger. Pak er iets smaller. Waarom hadden jullie die pakken aan Ferdi, net zoals vandaag? Die waren eigenlijk hele normale leu. Want in die tijd... Toen, ja, in die tijd beuren iedereen zich op het podium in de raarste kunsten en qua namen ook. Hè, want ik ken ook namen die de titel hadden, dan, hoe heet dan iedereen toch? Kajak, Brainbox, weet ik wat. En wie zet nou zo eigenlijk tegenaf? Dat kan volle simpel, dat kan normaal. En waarom zou je nou die rare kleren zeuren terwijl hij, godvergeer me, een tientje bij het leren zelfs het mooiste pakken waar mensen kan creëren. Jij bent geloof ik de enige echte boerenzoon in het gezelschap, hè? Ja, niet praktiseren, maar wel van kom af. Die zocht een echte boer, dus uiteindelijk kwamen ze bij mij. Jan Korkman die speelde toen de tijd in Normaal en toen was ik met bevriend. En toen bleek dat mijn collega hier voor mij niet helemaal met kon komen met de rest. En toen kwamen ze bij mij terecht. Dus kwam Jan vooral of ik een keer met wil doen en een keer met gerepeteerd. En vanaf dat moment was ik lid van de band. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul en dat kan ik niet voor. En de punt zo van die dingen, die heb ik. Vanaf het begin voelde de band zich erg verbonden met het platteland en haar bewoners. Normale boeren, jongens, dat waren onze voorbeelden. Ja, laat ik zo zeggen, de ongetrouwde boerenzennes, zo van 35, 40 jaar, die dan s'avonds in die dorpscafés aan de tap hingen, die niet aan de vrouwen kwamen en die van alles een beetje kon. Die konden biljarten, die konden stevig met soepen, maar die bleven altijd alleen en die ging s'avonds ook alleen naar huis zijn. Die leur, die aan het discreren. Aan de ene kant was het een soort jaloezie, denk ik, een soort afgunst, want die leur waren aan de ene kant waren natuurlijk ontzettend vrij, maar aan de andere kant was het ook een gigantisch gat. De Veemarkt in Doetinchem anno 2000, een stuk minder druk dan een kwart eeuw geleden. 25 jaar terug was de eigenlijke start van Normaal een samenloop van omstandigheden. De gesjeesde studenten uit Enschede, Ben Jorling Kunstacademie, Jan Manschot Sociale Academie, ontmoetten elkaar terwijl Ben stond te liften en Jan in een oude Citroën naar huis op weg was. En een dikke kater stond bij de bushalte. En daar komt Jan aan met zijn lelijke in. En zeg maar met Ray. En hoe ontstond Jan toen dat idee voor de band? Nou, we kwamen aan het praten over muziek. Je bent allebei muziekliefhebbers. En waren aan het praten over dat de muziek die toegemaakt werd, dat het disco troep was, waar helemaal geen persoonlijkheid of geen musicaliteit. De rock begon erin te komen. De rock begon in de muziek te komen. En we aan het praten over waar we dus mooi vonden, dat was Stone. Dat wat Jan nou omschreef, dat gesprek spon zich af in die lelijke eend. En ik had... Achteraf bleek dat symbolisch zijn al mijn tekenspullen.
een retouchespuit, airbrush. Noemden ze dat later, maar een van de eerste in Nederland die dat had. Had ik ingeruild voor een gitaar. Dat was al veel zeggen. En ik had over al mijn ongenoegen had ik een paar teksten geschreven. Nou, dat vertel ik zo tegen Jan. Goh, zeg Jan, ik heb een drumcel gekocht. Ja, ja. Ja, toen is eigenlijk de band opgericht. Kwam ik aan het werk bij het VJV in Doetinchem met de Korte Kaponiestraat, dat is het vormingscentrum voor jongvolwassenen. Ja. En daar was alleen van maandag tot en met vrijdag al, dus zaterdag en zondag was er gebeurd nog niks. Ze zijn ook, het is een mooie oefening, dus gauw door oefenen. Maar vergeet even niet dat er werd genotuleerd. Er werd gebloed en gezopen en ideeën, Ferry en ik vooral, tjak, 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 ging dat over en weer. En er werd gewoon braaf genotuleerd en de volgende dag, we wisten helemaal nergens meer van. Oh, wacht even, zei Jan, dat hij gezegd. Oh nee, dronken onzin. Maar hey, te gek, goed idee! Hoerend kwamen ze door aangescheurd. Hoerend haat, want ze hadden van de motorcross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch Martin verkloot. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Normaal werd wat je in het Achterhoek zegt, boerenbusiness. Big Achterhoekse business. Niet voor niets lieten de leden van de groep zich een paar jaar later op de hoes van deze LP afbeelden als gearriveerde Achterhoekse zakenmensen. Maar in de praktijk bleken muziek en zaken doen twee heel verschillende dingen. Waarom ben jij zo'n slechte zakenman? Even een ander onderwerp. Ja, dan mag ik... Ja, het is onvermijdelijk dat ze onderwerp aan de orde komt, maar dan mag ik wel de hand in eigen boezem steken. Dus, eigen schuld, dikke bult. Ik bedoel, ik ben er absoluut niet trots op. Ik zeg wel van geld kan me niks schelen en ik ben slecht in tel, maar ik ben ook slecht in opletten. En dat ik op een of andere manier de geestelijke energie niet kan opbrengen om door ook op te gaan zitten letten. En dat spreekt me gewoon helemaal niet aan. En, ja, ik ben er dus niet trots op. Nee. Ik beschouw het zelf wel als een nalatigheid. Maar de hand in eigen boezem steken, betekent dat ook dat je dan zegt van de ruzies met die managers die ik heb gehad, dat is eigenlijk ook wel gedeeltelijk mijn eigen schuld geweest? Hoi. Ja, tuurlijk is het eigen schuld. Ik heb dat laten gebeuren. Net als een echtscheiding kun je nooit zeggen, dat is alleen den zijn schuld. Ja, dat is althans ik heb heel zelden misschien veel, maar niet vaak. Sommige mensen vinden je heel koppig en dominant. Heb die ruzie daar ook mee te maken? Oh, zal best, ja. Ik ben de laatste die beweert dat ik zonder fouten ben. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk na 25 jaar van pokkelen, zweten en zwoegen. En dan nog voor het geld moeten werken. Ik moet wel werken, maar niet voor het geld. Ik bedoel... Nee, ik werk met plezier, maar ik moet tevens ook ergens een inkomen zitten krijgen. Ja, zo is het. Ik ga nu een lied zingen over een van onze eerste hobby's. Sinds we als band opereerden. 3 keer rooien. Super! Hey, je drinkt rode wijn, hè? Ja, wat is er mee? Ik dacht dat jij zo'n bierdrinker was. Nee. Nee, vroeger wel. Imago. Nee, maar als je gangs bent,
bezig bent en om kermis en weet ik wat. En je staat overin en je danst en je springt en je zwaait goed en mooi bier drinken. Daar doe je het bier bij. Maar thuis maar hier in je stamcafé dan is het liever rode wijn. Ja, of een glas kapot. Pas niet echt in het beeld dat de fans hebben, hè, van die ruige rocker met een fles bier in de mond. Weet ik niet, mijn cabine is geheel. Maar wat betreft die auto-ongelukken, even onder ons, niemand kijkt. Is dat ooit drankenspel geweest? Nee, niemand is gek. Had hij onder ons gebleven, Henrik, of niet? Ik had hem niet in de plaat. Even dan, wil nog een stroom. Wat moet ik hier nog aan toevoegen? De inmiddels overleden eigenaar van een stamcafé was meer dan alleen kroegbaas. Als we hier in het café zaten, dan ging ik wel 's middags, dan ging de pruis boodschappen doen. Brood rondbrengen of andere boodschappen. Maar hij ging maar per één hooguit twee klanten. En dan kwam met hem even horen, is hier wat gaande en weet je wat er zegt. En met de laatste nieuwtjes, dat is zeer belangrijk. En zoals hier Willem en Hendrik, die waren natuurlijk ook goed op de hoogte van wat hier ter plaatse ruil en zeil. Maar ze hadden stelden er toch een eer in om iets het eerste gehoord te hebben. Ja, dat was de mooiste keel die ik ooit heb gekend. Die, ja, toch niet? Ik denk het. Hè? Ik kwam er met een lachen nog niet. Alle bassen nog toe, dat was echt. Ja, wat moet ik zeggen? De man was. Ja. Prasing was eigenlijk een belangrijk inspirator voor de man. De belangrijkste. De belangrijkste. Verreweg de belangrijkste. Ja, we kwamen hier bij elkaar en de Pruis was onze inspirator voor alle teksten. Dat. Zit buiten kijf. In dit jubileumjaar speelt Normaal in de oorspronkelijke bezetting uit 75. Wat vinden de huidige bandleden daarvan? Nou, ik vind dat fantastisch, omdat ik ook die beginperiode dus ook heel sterk mee te maken heb. Dus ik weet hoe de chemie onderling was en de feeling onderling en hoe je toen iets speelde samen. En dat het nu gewoon een nieuwe leven in de blauwe is, het is echt fantastisch. Maar ben je niet bang dat het eruit gespeeld wordt? Nee. Het is Ter voorbereiding op de komende jubileumtour oefende het oude Normaal eerder dit jaar in Wold bij Winterswijk. De laatste jaren heb ik pas aangedurfd en ook over zeg maar, de liefde en dat soort dingen te schrijven. Dat vond ik vroeger vervoerlijk iets. Want dat deed iedereen al. En normaal, bij normaal was het heilig. Omdat wat iedereen deed, dat doen we in ieder geval niet. Jolink schrijft zijn teksten niet alleen. Dat doet hij samen met een andere Benny. Benny Michelbrink. Vroeger gingen de teksten van normaal toch alleen maar over kut en lul en zo? Ja, ja nou tenminste het merendeel, maar de meeste nummers hadden toch wel een boodschap. Als je het vaak eenvoudig houdt, dan is het voor de mensen verstaanbaar en te begrijpen en het ligt lekker in het geheugen. Kun je eens een voorbeeld geven van een tekst zeg maar richting de ouderwetse normaal kant en eentje waarvan je dan zegt van daar stel meer betrokkenheid uit? Ja, ik noem bijvoorbeeld neem Mama, waar is mijn pils? Dat was dus onze eerste hit. Dat keer van Mama, waar is mijn pils? Ik ben mijn pilsje kwijt. Mama, waar is mijn pils? Ik ben mijn pilsje kwijt. Dat kan ik me ook maar bedenken, ja. Precies, dat bedoel ik. Maar bedenk het maar. Mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben ik kwijt. Mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben ik kwijt. Heeft niemand dan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk of tien. Maar welke tekst is dan bijvoorbeeld wat meer geëngageerd? Nou, geëngageerd? Dat nummer Oost-West, dat vind ik zelf ook een hartstikke nummer. En dat je de kraag van de jas omhoog getrokken, de handen in de handen gestoken.
loop ik door het middernachtelijk uur. Ja, ik moet even denken. De kraak van de jas, omhoog getrokken. De handen diep in de zaak gestoken. Loop ik in het middernachtelijk uur. De noordwesten stormt. Het is koud en gier. Oostwest, duurwest, eigen hit is gewit. Al zullen we nog zo lang en maar heeft dat ook opgeleverd dat jullie de boeren zo gepromoot hebben? Wat is het einddoel, het eindresultaat geweest, nu 25 jaar later, als je daarop terugkijkt? Nou, daar kreeg ik behoorlijk de blues van. Ik bedoel, het platteland wordt nou systematisch opgeruimd. Praat me niet over resultaat, want daar ben ik niet erg trots op. Als dat is wat wij bereikt hebben. Maar goed, we hebben andere dingen bereikt, op moreel gebied. Dat denk ik met name. Dat het wel enorm, het klinkt heel raar, maar als een emancipatorisch gewerkt heeft voor mensen die van het platteland kwamen en zich eerder achtergesteld. Is het positief geweest voor de beeldvorming van buitenstaanders op wat hier in het platteland gebeurt? Ik denk landelijk, ja. In het begin was er al een hoop, met name vanuit de Staringinstituut, kritiek van, ja, maar dat is toch niet een manier waarop achterhoekers zich moeten profileren. Ja, hoe met was dat dan? Bier zoepen en daldee in brekken en uigen en schik maken en onmundig praten en over stront praten. Dat was niet de stijl die een aantal achterhoekers de cultuur uitgedragen wilden zien. Maar ik dat denk is nu altijd blijven achtervolgen, dat imago juist, hè? Vrij ruigen. Ja, nou. Op het bier gooien, begin 80e jaren begon het toch wel vervuild worden. Burgemeesters die optredens gingen weigeren. Dat kon natuurlijk niet, maar ja, daar zetten we dan weer fantastische stunts tegenaan. Zodat we uiteindelijk als winnaar in het strijdperk traden. En door met wel een imago heel veel moeite voor gedaan. Ja, de sport, motocross en veel aan sport te doen, veel goed wil dingen te doen. Levensstijl van het platteland. Ja, maar met imago wat te veranderen. Heel veel moeite voor gedaan. En wat positiever over te komen. Na 25 jaar keren Jolink en zijn eerste manager Joost Calier terug op de plek waar het ooit begon. Het openluchttheater in Lochem. Dit is de weg naar de kleedkamers. Ja. Oh, je ziet het hier nog staan. Lochem Pop. Alle Liberty. Oh, hier was dat, en ik kom hier met Ivan Heijlen. Ik zei rustig, hij was anderhalf uur te laat. Nee, we hebben het programma al helemaal. Ja, maar ik ben te laat. Nee, rustig, we gaan er rustig een pintje van. Dat is oké. Toen ze Ans twee pils. Eén voor hem en voor mij. Toen zei ze. Oh, daar staan 1,50 of zoiets. Ik zei nee, hij is ook de artiest. Oh, zeg Ans, dat kan ik toch niet ruiken. Nachtans. Stinkt een artiest een uur in de wind naar geld en ambities. Ik ben een goeroe en ik zeg al, groei maar verder. Er is maar één manier om het hevig te beleven. Zo als wie dat in de achterhoek doet. Als het werk gedaan is, dan begint het pas goed. Ja, dan gaat er aan het daldeeën. Hoe kwam je nou op het idee om normaal te vragen, om op te treden? Nou, normaal bestond het nog niet. Het was andersom. Het was, ja, want Benny zei, want die kondigde toen aan al een paar jaar. Die zei, het is wel leuk om tussen de nummers door van de groepen, een soort huisorkestje, dat de omroepen tegelijk een muziekje maakt. Dus elke groep aankondigt met een nummer. Zo is het een beetje gekomen. Ja. En toen zei ik van, ja, Ben, maar dat wordt niks. Je kunt beter dan echt gaan optreden. Ja, en toen is het echt op. Deur de weg, dan doe ik het werk soms met tegenzin.
geet de ponden weer tegenin. Want zonder geld valt niks te halen. Oh, en Joost kwam met ideeën over imagebuilding om een goed Achterhoeks woord te verdienen. Dus, door wie liet jij jou daardoor... Maar we gingen al een week later gingen we al naar het Leger des Heils. In die, ja, dat was leuk. Er moest een bepaald imago opgebouwd worden. Van doen we normaal. Oh ja, nou we hebben geen geld voor blitse show op pakken. Bovendien willen we dat absoluut niet. Ja, dan gewoon het Leger des Heils. 12,50 drie delen pak, twee maanden te groot. En dan van dat bijtje slobber, Telenka. Nou, te gek, daar had je het image neergezet en we noemden ons normaal. Lichtshow, ja, dat is natuurlijk veel te duur. Eén bouwlamp van 1000 watt, die deed ik zelf aan en uit. Dat was de lichtshow, no lichtshow, man. En waar je hier nou zit en denkt aan 25 jaar geleden en hij ook al bedenkt welke van de stamgasten er al niet meer bent, dan zou je als kunnen zeggen van, je hebt het ook een beetje gedaan voor de bekenden die dan dood zijn.